Ja, wij trainen met elkaar, ja. Dinsdag en zaterdag kwam ik dan trainen, zaterdagochtend. En dan was Mark ook altijd 11 uur in de ochtend op zaterdag. Dus en toen die beurs vrijdag, toen zaterdagochtend, toen was je ook in één keer niet op trainen. Dus dat was al heel raar om mee te maken. Ja, want hij was er altijd. Ja, hij was er altijd. Inderdaad, ja, 11 uur. Ik kwam misschien wel eens een keer een minuut te laat en dan was het pompen op het begin. Maar ja, hij was er wel altijd trouw, zaterdag. Ja. 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 Hoe heb jij die laatste weken beleefd? Ik weet niet. Een beetje onzekerheid. Vooral afwachten wat zou gebeurd zijn met Mark. En ja, en dan hoor je het nu en dan, ja, ongeloof. Ja. Dat is wel het eerste gevoel wat in mij in ieder geval opkwam. Dus, ja. Had je rekening gehouden met de afloop zoals die nu is? Ja, ik hou met alles rekening. Het gaat van, hij zit nog ergens misschien opgesloten. Dan die interview ook al met de moeder. Dan, ja, die hoopt ook nog wel op een goede afloop. En ja, je gaat natuurlijk ook wel, verschillende scenario's spoken in je hoofd. Dus, En was dat gisteren toen je het bericht hoorde? Ja, ik zat gisteren op school, gisteravond. En ik was al wel een beetje bericht aan het sturen met dat vrienden van hier ook. En toen kreeg ik dus te horen dat Mark was voor wie het lichaam was. Dus het is wel in één keer een kriebelgevoel in je maag dat je dan in één keer krijgt. Ja. Ja. Dat stort je wereld in. Ja, dat stort je wereld wel in, ja. Het is iets wat je niet wil horen, natuurlijk. Nee. Ja. Want hoe herinner jij je Mark? Spontaan, altijd vrolijk. Het is altijd grappig als hij hier was. Ja. Maar ook wel een sportman. En afgelopen zomer nog wil ik nog naar hem gaan kijken in China. Dan zou je daar moeten vechten. Ja, helaas was zijn gevecht uitgesteld, waardoor ik dus helaas niet heb kunnen zien. Maar ja. Gewoon een goud persoon. Dankjewel, veel sterkte. Dankjewel.